Ondertussen is Dennis in de limo op weg naar de vaste sportschool van Joop Godmers. Net als Dennis heeft ook Joop op het hoogste niveau gesport. Als kickbokser werd hij in 1989 zelfs Europees kampioen. Maar tegenwoordig doet Joop hele andere dingen. Hij is drugspreventiewerker en daarnaast vertelt hij overal in het land zijn levens- en bekeringsverhaal. Gisteren moest ik spreken in Almere, sta ik er op het podium voor 10 man. Ja. Maar waar praat je over dan? Meestal wat God in mijn leven heeft gedaan. Dat ik geloof nu wel dat als ik ben wel zo ver de weg kwijt geweest, dat als God niet in had gegrepen in mijn leven, had ik al 12 jaar dood geweest. Joop blijkt op zijn zacht gezegd nogal een heftig leven achter de rug te hebben. Aan het einde van zijn bokscarrière kwam Joop met de verkeerde mensen in aanraking. Mensen uit het drugscircuit. En omdat met boksen in die tijd niet veel geld te verdienen viel, kon Joop de verleiding niet weerstaan om ook in drugs te gaan handelen. Maar hoe ver ben je daarin gegaan? Ja, heel ver. Ja. Je kunt bijna niet opnoemen of ik heb het wel in een bizarre meegemaakt. Deze trokken ze allemaal blaffers en er stonden zo 8 blaffers zo op me gericht. Ja. Dus ik denk, wat is dit joh? Hey. Joop begint wat verhalen te vertellen over zijn tijd in het criminele circuit. Maar hoe beeldend Joop die verhalen ook weet te brengen, na 1,5 uur lijkt Dennis toch een beetje af te haken. Joop plakt lekker op beeld, dat moet gezegd worden. En het is een mooie vent. Hij vertelt mooie verhalen. Dus ik zeg, ik had helemaal geen pistool, man. Dat is altijd het grappige ervan. Ik heb wel eens vaker iemand gesproken die in dat soort milieus heeft rondgewandeld. Waren ze bang dat ik iedereen af ging schieten met de carnaval? Dat je dingen die voor jou ongelooflijk overkomen, gewoon kan vertellen zonder dat je als iets van trots of stoerderigheid, maar gewoon ja. Want ja, dat is gewoon gebeurd. Dus ja, net zoals dat iemand kan vertellen dat hij naar de supermarkt is geweest. Nou, toen zag ik zo zijn kop zo voor mijn neus exploderen. Ja, dat was wel even een beetje, dat was wel heftig. Nou, en toen ging ik dus naar bijbelstudie. Ja. Oké. Okay. Ja, bijbelstudie. Dat klinkt ook als een bijzonder verhaal. En dit is het verhaal waar Dennis nu juist benieuwd naar is. Joop is in zijn criminele leven namelijk radicaal tot geloof gekomen in God. En ik ben voortvluchtig en ik kom een man tegen. Die zei van, rust heb je niet, hè? Ik zei, nee, rust heb ik niet, dat klopt. Hij zei, weet je, dat komt. Ik zei, ja. Ik zeg, het half Nederlandse politiekorps dacht me aan. Hij zei, nee man, hij zei, dat komt het niet hoor. Hij zei, weet je waarom jij gerust hebt? Hij zei, dat komt dat je God niet kent. Hij zei, maar wij geven op maandagavond geven we bijbelstudies. Ik zeg, zo de mythe erop man. Kijk mij eens aan. Zie je mij nog naar een bijbelstudie gaan? Hij zei, nee, dat dacht ik al. Ik zeg, wat, dat dacht ik al. Hij zegt, daar heb je de ballen niet voor. Nou, toen ging het gebeuren hoor. Joop naar de bijbelstudie. Ja. Helemaal onder de kook, gewapend met een pistool, kogelvrij vest aan. Ik had zo mijn hand op mijn blaffer. En zo stond ik wel vaker, mijn jas erover. En zo stond ik naar die bijbelstudie te luisteren. Tijdens die bijbelstudie gebeurt er iets bijzonders met Joop. Hij krijgt een godservaring. En het was net of ik opgetild werd. En ik denk van, wat is dit joh? Dat was net of ik, daardoor leek het net of ik begon te zweven, te stralen. Het was net of ik helemaal uit elkaar klapte. Je voelde zo, ik had een constante temperatuur van bijna 39 graden. En het was zo'n bizar gevoel. En ik denk, wat is dit? Al gaat nu iedereen zeggen, God bestaat niet. Ben ik de enige die nu nog in God blijft geloven. Omdat je dat hebt meegemaakt. Omdat ik dit heb meegemaakt. Maar het grote verschil ook tussen jouw verhaal en mijn verhaal is dat jij volledig down the drain was. En zo heb ik er nu al een aantal gesproken die op zo'n moment de relatie met God aangaan. En ik ben natuurlijk niet down the drain. Nee. En ik ben niet van plan om eerst helemaal down the drain te gaan om God te vinden. Dat vind ik een beetje zonde. Dus ik probeer het nou maar op deze manier voor elkaar te krijgen. Ja. Maar ja, dan zal hij wel eens een keer even... Ja, of hij denkt van Dennis, het gaat prima, want je bent er goed mee bezig en kijk maar. Maar handiger zou zijn als hij nou eens even lekker even keihard naar binnen zou komen zijn. Ja. Oké, okay, wat gaan we doen? Links, rechts, direct. Ik denk klappen ontvangen.
Dennis is na een lange autorit in de vaste sportschool van oud-bokskampioen Joop Godmars beland. Joop leefde, zoals dat zo mooi heet, in een wereld van seks, drugs en rock'n'roll. Maar die wereld heeft hij vaarwel gezegd. Joop is tot geloof gekomen en doet sindsdien eigenlijk nog maar één ding. Vertellen over zijn liefde voor God. Joop snapt dat Dennis nog twijfels heeft. Maar hij denkt dat die twijfels hem niet verder gaan helpen. Er staat in de Bijbel, wie twijfelt zal geen zins iets ontvangen. Ik kan me niet voorstellen dat God dat erg vindt. Want dat is wat hij ons meegegeven heeft. Oké, goed zo. Hij heeft ons twijfel meegegeven. Ja. Hij heeft ons gemaakt, hij weet precies wat er in ons omgaat. Nee, ja, nou ja, maar in zoverre dat hij het in ieder geval... kan ik mij voorstellen dat hij liever heeft dat we wel echt de discussie met hem aangaan... en dat we hem af en toe in twijfel trekken... als dat we maar gewoon blindelings achter hem aangelopen wandelen. Ja? Nee. Ja, zoals ze volgens mij er zo zat doen. Nou, ik geloof in God, hup, ja. En wandel er maar achteraan. Nee. Ik wil praten met hem en zeggen van waarom gebeurt dit of dat? Ja, toch? Dat wil je toch weten? Ja. Of niet? Ja, maar zo werkt God gewoon eenmaal niet. Dan is God gewoon te heilig. Zo weer, ja. Ja, gewoon te heilig om ik ga even met God praten. Tuurlijk, en bidden is al praten met God. Ja, dat is wel vrij bij mij tot nu toe een mooie monoloog. Ja, ja. Maar ja, maakt het er allemaal niet makkelijker op. En toch is het makkelijk. Als jij gewoon een keuze maakt voor dat de Heer Jezus voor jou aan het kruis is gestorven. Dat die man daar voor jou heeft gehangen, Dennis. Ja. Dat zou het zijn, als hij daar echt... Ja, als dat zo zou zijn, dat gaat wel verder. Hij was niet meer menselijk om aan te zien. Zo was hij gegezeld. Een doorn in de kroon op zijn hoofd geslagen. Ja. Dennis? Ach, ja. Ja. Jij bent nu... aan de beurt. De Heer Jezus heeft alles gegeven. God heeft zijn zoon gegeven. Zijn enige geboren zoon. Stel voor dat het waar is, dat hij voor jou... Moet je zeggen van, ja, ik. Nee, God heeft het eerste alles gegeven. En Joop, ik ben inderdaad aan de beurt. Ik ben al voor mijn gevoel, al een behoorlijk tijdje... ben ik al met die beurt bezig. Ik weet niet hoe lang die beurt moet duren, maar... Ja, ik kan er niet meer aan doen dan dit. Nee. Denk ik echt niet. Ja. Ja, dit wat ik nu vandaag weer meemaak, ga ik weer meenemen. Ga ik weer over nadenken. Ja. Ga ik weer een stap verder proberen te komen. Ja, weet je, ik maar... Het is zo moeilijk voor mij. Ja, dat snap ik. Ja, maar ja, het is jouw... Nee, ik zou het liefst mijn handschoenen aandoen en het erin willen stampen. Ja, dat vind ik niet zo'n heel goed idee. Hey, Dennis, hey, geloven, kreeg. Geloof. En nu is het klaar. Dus liefde, ja, dat heeft niet veel met liefde te maken, maar dat geloof je wel. Ja, hey. Aan het einde krijg je het dan zover dat ik gewoon puur, omdat ik het dan gewoon opgeef... mijn wil gebroken is, ga zeggen, ja, ik geloof. Ja. Nou, dat is echt... Dan dat is echte liefde. Dan komt het echt uit mijn hart, weet je wel. Ja. Goed, maat. Zit kapot. Ik heb het ook gehad. Dennis wil wel een teken van God, maar hij zegt steeds geen respons van boven te krijgen. Het is de vraag of Joop Dennis vandaag verder helpt in zijn zoektocht. Ik begin er steeds meer van overtuigd te raken... dat gewoon iets is wat ik zelf kan beslissen. En als ik dat maar gewoon hard genoeg tegen mezelf blijf roepen... dan ga ik er vanzelf wel in geloven. Daar begint het een beetje op te lijken, op dit moment. Maar dan ben ik op mijn meest cynisch, hè, nu. Ja. Omdat ik ook denk dat de meeste mensen zo hun geloof belijden. Ook de mensen die jij allemaal tegen bent gekomen tot nu toe, in deze serie? Ja, ach. Heel eerlijk antwoord. Mm-hmm. Ik denk als je iets heel erg graag wil geloven... dat je de dingen die besproken zijn door de mensen... dat je dat soort ervaringen kan krijgen. Ja. Dat begint me... Daar begin ik langzaam het meest in te geloven. En dan nog heb ik... bijvoorbeeld aan vorige week heb ik heel veel aangehad. Voor mijzelf.
Dus het is niet erg als je ergens in gelooft. Maar of het dan ook echt is... Ik ben er niet van overtuigd. Ja. Hé, wat een tomper in dit programma. Zitten de mensen al dagen te kijken. Zagen ze vorige week hoop. Maar dat is de cliffhanger, hè? Voor morgen. Ja, lach het maar weer weg, Dennis. Ja.